Hoi iedereen, heel erg close-up en heel erg laat. Maar hier ben ik dan met opgemaakt van juli 2019. Dit is mijn mandje. En ik heb van alles wat. Ik ben in juli op vakantie geweest. Ik heb helemaal niet zo heel veel met beauty gedaan. Het zie je ook al mijn hoofd. Het is ontzettend warm geweest. En ik ben een beetje... Als het goed is gewoon een update online gekomen. En ik ga even alles rangschikken en dan ga ik beginnen. Toen ik zei dat het niet zo denderend was, had ik niet verwacht dat het zo weinig zou zijn. Ik ga beginnen met een beetje de random spullen. Ik heb wasdoekjes opgemaakt van de Jumbo, kleurvangers. Dit waren gewoon van die dingetjes. Ik zal deze niet zo heel snel opnieuw kopen. Ik heb nu weer die van Kruidvat, zeg maar niet van Kruidvat eigenlijk, maar die andere die van Kruidvat kopen. Ik vond die van DM wel fijn. Die heb ik ook opgemaakt. Wat zijn die dan? Had die dan een maand voor al opgemaakt? Oh, jullie is zo snel voorbij gegaan. Dat is niet normaal. Ik heb RO2 opgemaakt, ironing water. Dus water voor je strijkijzer. Ik heb nu die van DM in gebruik. Heb ik die al in gebruik? Met dit warme weer heb ik gewoon niet gestreken. Deze was op. Rook best wel lekker. Even kijken waar het naar rook. Ja, weet ik eigenlijk niet. Zit er iets in? Voor een heerlijke frisheid aan uw linnen. Beschermt de strijkijzer tegen kalkaanslag. Parfum zit erin. Ik heb geen idee wat voor geur dit was, maar het was op zich wel lekker. Zal ik hem opnieuw kopen? Nou, niet per se. Even die van Balea of DM uit, dat is niet Balea. Ik heb ook een Lenore wasverzachter opgemaakt. Dat heb ik al vaker gehad volgens mij. Met robijn jasmijn, ruby jasmine. Rook echt naar snoepjes. Het kan zijn dat Lenore vaker terug gaat komen, want mijn favoriete merk is er ineens niet meer. Nergens meer te vinden. Ik heb 3 douchedingen opgemaakt. Ik gebruik de laatste tijd kei weinig conditioner, merk ik wel. Ik heb een Schoonheit Geheimnisse shampoo met maracuja, manuka honing opgemaakt. Dit is zeg maar de ware shots, maar dan de loving blend, maar dan van Balea zelf. Gewoon lekker. Gewoon prima. Dit was een mini die ik meegenomen heb naar Disney. De pure frisse shampoo was ook prima. Groene appeltjesgeur. Niet zo boeiend. En de Balea After Sun douche was ook wel prima. Ja, vind ik een hele lekkere lijn, die Balea douche, maar die After Sun lijn vind ik heel erg lekker, maar ja. Inmiddels ben ik ook alweer een hele fase dingen aan het opmaken. Zit inmiddels ook alweer, omdat ik het opneem op 5 augustus, vandaar dat die sowieso al laat is opgenomen. Komt natuurlijk nog later online, want ik kan die nu ineens boom online gooien. Ik ben wel flink bezig met uitruimen. Ik ben nog niet naar Duitsland geweest. Waarschijnlijk gaat het pas september worden. En eerst van hoop opmaken. Over een hoop opmaken gesproken. Ik stik altijd van de sampletjes. Ik heb zo'n potje ergens staan. En daar zitten dan allemaal van die sampletjes in. Deze van Chloe is niet op, maar die deed gewoon niet meer. Dit is No Mate van Chloe. Had er gewoon geen zin meer in. En deze twee, die kan je niet zien hoeveel er nog in zit. Maar bij deze hoor ik wel iets. J'adore Absolu. Die was best lekker. Ja, best wel lekker. Niet heel... Misschien iets te ouderlijk voor mij. Maar in ieder geval, doe me denken aan een geurtje dat ik ooit heb gehad. J'adore vind ik best wel klassiek. Ik ben niet zo. Dus leuk voor een feestje. Maar ik vind de prijs gewoon altijd veel te duur van Dior. En dit was Issey Miyake Pure. En die is echt op. Ruik ook niks meer omdat ik net op mijn hand gespreid heb van die J'adore. Volgens mij was die wel lekker. Weet ik niet meer. In ieder geval, die heb ik dus gewoon gebruikt. Op het moment dat ik dacht, ik moet even een geurtje... Voor een verjaardag of wat dan ook. Gewoon even snel tussendoor. Ik ben nu bezig met een geurtje die ik had ik laatst met onderweg mee. Ja, die zat gewoon in mijn tasje. En ik ben nou begonnen met sporten. En ja, ook dat ik dacht, oké, dan voor even voor het sporten. Dat ik in ieder geval even tussendoor kan bijsprayen. Ook zijn er reinigingsdoekjes opgegaan. Deze van Nivea heb ik in Duitsland gekocht. Vond ik al fijn. Roken best wel lekker. Ik weet niet of deze tijdelijk waren... Maar van die make-up doekjes, die haal ik graag in het Duitsland. Nog eens wat ik op vakantie heb opgemaakt van L'Occitane. Dat denk ik in de adventkalender. Pink of adventkalender, daar ben ik ook al ook van aan het opmaken. En dan ruik ik alles naar die Dior geur. En ik vind hem eigenlijk niet zo heel lekker, merk ik nou toch. Hoe langer ik hem ruik, hoe minder ik hem vind. Dit was een badbom. En die heb ik op vakantie gebruikt in bad als voetenbadje. Van L'Occitane. Sucre F. Ik kan geen Frans, laat maar. Was gewoon een vierkant dingetje. Niet heel boeiend. Ik heb trouwens ook nog een voetbad ding van Knijp opgemaakt. Iets met barefoot. Heb ik ook in een voetenbadje gebruikt. Gewoon hier op het balkon. Met knikkers voetenbadje.
leuk. Voor als je me langer kent, weet je, misschien heb ik het er al ooit over gehad. Vind ik dat heel chill om te doen. Ik heb een tandpasta opgemaakt in Duitsland. De Dontodent Sensitive. Vond ik heel fijn. Was 75 cent in Duitsland. Gewoon top. Deze is niet opgemaakt, maar wel weg. Voordat ik naar Disney ging. Eigenlijk dus nog... Ik denk dat ik deze de eerste van de maand of zo besloten heb weg te doen. Dit is een zonnemelkfactor 15. En die heb ik dit jaar wel gebruikt. Maar die heb ik vorig jaar of zelfs het jaar daarvoor gekocht. En de zonnebrand gaat altijd omlaag. Volgens mij met 10 of meer per jaar. Ik weet niet of het waar is. Ik weet niet of het niet waar is. Maar ik dacht hoe dan ook. Deze moet gewoon weg. Dus dat. Volgens mij is vorige maand ook al zeep opgegaan. Ik heb dus nu zo'n nieuwe zeepdispenser. En daar heb ik deze in gedaan. Hier kon ik 2 keer mee doen. Nu zit de laatste lading er zeg maar in. Hier zit nog een heel klein beetje in van de zeep. Maar ik vind deze eigenlijk wel heel fijn. Dit zijn van die zeepzakken van Balea. Dit is crème, sève, pitaya en kokos. Gewoon heel erg lekker. Heel erg fijn. Lekkere zeep. Dit is gewoon dus zo'n navelzak. En ja... Gewoon prima. Ik heb nog genoeg zeep staan. Maar als ik hier in Duitsland ben, ga ik zeker van die zakken kopen. En dit was het einde van de video. Ik hoop dat jullie hem leuk vonden. Tot de volgende keer en tot ziens. Bye!